weet te gaan. Chantal, ik heb het tegen u. Fantastisch, is dat nu. Dat is een rare hoor. De film stelt de vraag van, is iemand het waardig van vergeven te worden als hem echt een grens helemaal heeft overschreden? En op welke manier kan die dan echt een boetedoening doen die hem verlost van die zondes? En ja, dat is de keuze die hij maakt op het einde. Mijn grootste voorbeelden zijn Paul Thomas Anderson, Steve McQueen en Martin Scorsese. En ja, mijn inspiratie haal ik uit vooral de scores uit hun films. Ik had voor deze film eigenlijk Blood Meridian gelezen van Cormac McCarthy, waar dat je herkenbare elementen kan vinden in de film. De film kon niet anders dan in Groot-Brittannië, of gewoon elders dan België, gefilmd worden. Dus het sprak voor zich dat het een anderstalige cast ging zijn. En, twee of drie daarvan had ik, kende ik al van mijn vorige film, Kingdom Come. De rest werd gevonden via een casting director in Londen, Emily Tulelli. En die heeft dan alle kassen opgetrokken. Gewoon de beste koppen er kunnen uithalen. Nee, ik hoop met IKL dat Production County echt een visitekaart wordt naar, op internationaal niveau. Dat wij golven maken en dat wij zo op die manier steun krijgen voor de volgende film. Want het gaat een hele grote worden.